We staan hier nu op het Joris Evensplein. Bij dit plein is er heel veel mis. Maar dat gaat gelukkig binnenkort veranderen. En dat komt mede door onze leerlingenraad. Maar wat is de leerlingenraad nou precies? Ik ga het uitzoeken. Kom je mee? Wat is de leerlingenraad eigenlijk? Dat een paar twee kinderen uit elke klas bij elkaar komen en dat gewoon dingetjes gaan bespreken over de school, wat er allemaal veranderd moet worden en zo. Wij gaan dan bedenken hoe we de school kunnen verbeteren. Kan je allemaal dingen uitbrengen door de hele, aan je leerkracht, dus in dit geval juf Andrea. Kan je met haar dingen bespreken zoals verlegen kinderen in de klas, hoe we dat minder kunnen laten hebben en stil zijn op de trap bijvoorbeeld. En over het schoolplein en in school wat er beter kan. Nou, wij hadden in groep 7 bijvoorbeeld meer de natuur in tijdens noodlessen. Wat wordt dan nu bijvoorbeeld veranderd? Het plein. Die wordt ververst als het ware. Er komen andere dingetjes op en zo. Wat gaat er dan veranderen aan het plein en wat is er niet goed? Het niet goede aan het plein is dat het onveilig is, dus met de auto's heel veel. Hier achter me rijden vrachtwagens en dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor de spelende kinderen op het plein. Dat de tol weg moet, want die is een beetje gevaarlijk. En wat is er dan precies gevaarlijk aan de tol? Kinderen die gaan vaak duurspelletjes doen en dan vallen er kinderen af. Er was laatst een omgevingspsycholoog en wat is dat eigenlijk? Nou, dat is iemand die bijvoorbeeld dingen doet voor pleintjes en die gaat dan kijken of alles veilig en nog goed is en zo. En zijn er ook ideeën die jij bedacht uitgebracht? Ja, bijvoorbeeld over het nieuwe schoolplein. Een paar ideeën uit mijn tekening zijn ook uitgekomen. Bijvoorbeeld meer schommels. Nou, een nieuw plein en ook wat veel meer regels in de klas. En we zijn ook nog bezig met iets voor de trappen, zeg maar. En het schoolplein wordt gewoon mooier. Wat hebben jullie uiteindelijk voor elkaar gekregen met de leerlingenraad? Dat de leerlingen ook wat meer te zeggen hebben. Wat de leerlingenraad wel al voor elkaar heeft gekregen, is dat er hier achter me beweegbare paaltjes komen. Gelukkig gaan er hier op het Joris Evensplein nog veel meer dingen veranderen. Het is wel duidelijk dat de leerlingenraad veel invloed heeft. We houden het in de gaten. Doei!